Ik ben net aangekomen in het resort van Two Fish Divers op Bunaken. De reis daar naartoe is echt super leuk. Je vliegt eerst naar de luchthaven van Manado. En in mijn geval landde ik gisteravond best wel heel erg laat. Dus ik ben toen door Two Fish naar een hotel daar gebracht. En de volgende ochtend om 7 uur al haalden ze me daar weer op. En vervolgens ben ik met een bootje van hunzelf vanaf de haven van Manado naar het resort van Two Fish in Bunaken gevaren. Midden in het resort van Two Fish Divers ligt dit zwembad en daaromheen zijn verschillende bungalows gevestigd. Dit is mijn bungalow en die gaan we even bekijken. Allereerst een eigen balkon, veranda met een hangmat en uitzicht op het zwembad. Kijk. Dan de kamer zelf, groot tweepersoonsbed, ventilator, kastruimte, water zodat je niet plastic verspilt en een badkamer met toilet en een douche. Als je op je naken duik je in een national park. En dat houdt in, sowieso, dat het National Park, dat het gebied beschermd is. En in het geval van Bunaken schijn je dus ook echt gewoon in Turtle Heaven te belanden. Er schijnen echt zoveel schreeuwschildpadden te zijn. En ze zijn vrij tam, vrij gewend aan duikers. Dus het is niet ongebruikelijk dat je heel dichtbij ze kan komen. Goedemorgen, het is 4:15 ochtends hier op Bunaken en we gaan een sunrise dive doen. De jongens zijn bezig de boot in te laden met de tanks en dan vertrekken we zo. Sunrise dive houdt in dat we een soort drift dive waarschijnlijk gaan doen, waarin we vooral veel verschillende haaien verwachten. En dan bedoel ik white tip en black tip reef sharks. Bij Two Fish Divers hier op Bunaken kan je op 6 verschillende momenten van de dag duiken. Allereerst is er de dawn dive om 5:30 ochtends, gevolgd door de 2 standaard ochtendduiken om 8 uur. Die eindigen rond 1 uur vlak voor de lunch, waarna je de middagduik kan doen, die is om 2:30. Dan is er nog een mandarin dive om 5:30 en als laatste is er een nachtduik om 5:30. En ja, mocht je nog tussentijd tijd over hebben, dan kan je hier lekker chillen. Iedereen maakt zich klaar om weer een dag te gaan duiken hier op de boot. Het is voor mij de tweede duik omdat ik de ochtendduik al heb gedaan. Het is gezellig druk en we gaan er weer een mooie dag van maken. We'll be right back.
laag tij is, kan de boot niet bij het resort komen. En daarom gaan we door de mangrove lopend naar het resort toe. Mijn laatste avond hier in Bunaken. Het duiken zit er alweer op. Ik heb echt super mooie duiken gemaakt. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En nu ga ik naar Lembeh.